Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. In de vorige aflevering was ik een beetje aan het klooien, net als nu, aan het klooien in dit stukje, omdat het me niet helemaal wou lukken. Maar, dat geeft op zich niks. Ik heb alleen helemaal geen map, dus ik heb niet zo heel erg, ik weet niet zo heel goed wat ik moet doen. Ik verwacht dat ik hier zo meteen naar rechts moet. Ik weet trouwens wel waar ik naartoe moet, maar ik verwacht dat dit het enige stukje is wat ik nog moet doen. Het wou de vorige keer niet echt lukken, omdat we bij een stukje komen waar je opeens zo moet rennen over een stukje. Alleen rennen is eigenlijk te snel. En lopen is te langzaam, dus het moet een beetje ertussenin zitten. En dat is nogal lastig om te timen. Maar we gaan het zien. Hier, dat is dit stukje waar ik het over heb. Ik had hem gewoon bijna, terwijl de vorige keer echt niet gelukt was tot zover. Dus dat biedt veel en goede hoop voor deze aflevering. Kut. En daar ga ik de hele tijd de mist in. Verder hebben we de vorige keer dus de klim skill gehaald. Wat echt wel goed is. Oh, kut. Ik wou zeggen dat het echt wel goed is, maar dat bleek dus niet zo goed te zijn. Waardoor je dus niet meer springend over een wall moet, maar waardoor... Kut. Maar waardoor je nu dus echt kan klimmen door eigenlijk alleen maar één knopje in te drukken. Ja, het is... Het is gewoon heel kut dat hij gaat op een tempo wat tussen lopen en rennen in zit. Lopen gaat te sloom en rennen gaat te snel. Dat is zo kut. Oh. Dat zijn levens, dat is altijd fijn. Alleen ik heb nog steeds geen mogelijkheid om Moment, ik ben me even aan het concentreren. Ik heb nog steeds geen mogelijkheid om even een save point neer te zetten. En dat is een beetje kut. Nog steeds geen save point mogelijkheid. Hé? Wat een onzin. Wat de fuck gebeurde hier? Leuk. Ja. Ja, wanneer krijg ik... Ik heb nog maar één leven. Dit gaat natuurlijk nooit lukken. Hoe dan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gewoon kan opslaan? Thank you.
steeds geen opslanding. Oké. Okay. Wordt zo moe van deze game, hè? Game design is not on a point, maar het is wel gewoon een leuke game. Auw. What the fuck gebeurde er nou weer? Echt. Oh, en nu opeens wel. Ik snap het echt niet, maar het zal wel. Ik ben gezeefd. Au. Zo zonde van mijn hits, hè. Laten we maar doodgaan. Godverdomme.
Oké. Maar waarom geen save point? Save point? Alsjeblieft. Oh. Oeh, ik werd toch geraakt, oké. Okay. Oh, dat is een enemy, dat wist ik niet. Ah, oh, dat is een partijtje set. Kut. Dat was zo onnodig. Oh, ik was er gewoon met 6 levens, hè. En dat was zo onnodig dat ik die fout maakte. Hé, hey, ik heb een save point gekregen. Maar waarom nu dan wel? Dat snap ik nooit zo goed. Dit is gewoon super random. Ik haat als dat soort dingen random zijn. Ik hou best van random dingen inspellen, maar niet dit soort dingen. Oh. Dit soort dingen. Ik vind het wel fijn dat ik nu hier ben en dat ik kan saven. Oh, ik moet daar wel naar boven. Zo te zien, oké. Okay. Maar nu heb ik hier gesaved, dus nu is dat niet erg dat ik dat even geëxploreerd heb. Oh. Oeh, dit stukje wordt moeilijk, heb ik al gezien. En ook weer heel erg gebaseerd op of ik geluk heb of niet. Oh, wat ging daar fout? Ik vroeg het me af. Maar, maakt niet uit. We zijn weer een stukje verder, dus ik ben een klein beetje een blije jongen. Oh, dat is de laatste particle. Oeh, ik heb net op tijd gezeten. Oh.
Nu moet ik dus denk ik helemaal terug. Oh nee, er is daar wat open gegaan denk ik. Oh nee, er is ergens iets open gegaan, maar ik weet niet waar. Ah, het is dicht gegaan zelfs. Oh, oeps, vergat wat. Nou, maar ik moet me toch ergens vasthouden. Huh? Nu werd ik weer geraakt. Maar ik wou mijn 7 en 9. Dat moet ik weer niet. Zo moeilijk hoeft het stukje toch volgens mij helemaal niet te zijn. Alleen als het dan allemaal meewerkt. Ah, oh, krijg ik dat weer. Nieuwe save point. Nice. Iemand enig idee wat de bedoeling is? Ik snap het weer niet. Oh. Game, geef me uitleg wat de bedoeling is alsjeblieft. Ik heb nog maar 1 AP, dus dat wordt weer helemaal niks. Thank you.
Ik heb geen idee. Gelukkig zijn de 20 minuten voorbij en kunnen we de volgende aflevering verder. Misschien dat ik dan wel weet wat er moet gebeuren. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.